Oh, mooi mensen. En welkom, Mr. Survival. Dag 12, waar ik al aardig wat heb lopen treden. We hebben alweer een hele partij batterijen. En we hebben een pijl van hem, 6 pijlen van hem gekregen. Eigenlijk heb ik niet zo bar veel meer te treden met hem. Dit zijn de kleren die ik zelf aan heb. En volgens mij heb ik helemaal geen schoenen. Nou, goed, lok dan maar. Dankjewel. Jij ook. Kut leuk. Nou, heb ik vernomen dat ik niet die moet gebruiken, maar die. Oh. Oké. Nou, gratis materialen. Oké, dus als er een auto-ongeluk is. Nee, ik hoef geen pijl. Als die vent weer tegen de boom aanrijdt waar hij wegkomt, Joost mag weten hoe hij hier tegen die boom aanrijdt. Ik weet het niet. Dan kunnen we dus de kerel een handje helpen. Door de auto te verwijderen. Ja, zo leer je elke keer weer wat. Zo leer ik elke keer weer wat. Het is gewoon wat nieuws. Ja, ik zeg, kijk, ik heb hier een hele hoop rommel staan, daar kan ik er niet omheen. Oh ja, we hebben nog steeds twee wielen nodig. Yep. Oh, deze staat ook nog aan. Dat is niet goed. Oh, hij kan nog een hele tijd. Oh. Die kan hier wel in. Die kan hier wel in. Als we hem nodig, als we hier materialen nodig hebben, hebben we ook materialen hier. Hè? Ja, daarvoor doen we dat. Fishing lures moeten eigenlijk naar boven toe. Die moeten naar boven. Die moet in de. Ja, kan nou wel uit hoor. Fishing lure. We hebben hier ook nog allemaal handschoenen. Nog steeds handschoenen. Het zat toch hierin? Yay! En dan hebben we hier deze. Zo. Dat wordt ook wel aardig wat. Bandjes kunnen eigenlijk ook naar beneden toe. En ja, we hebben nog allemaal eten en drinken. En drank. Handschoenen. Oh, nog meer van die kistjes. Zo zie je maar weer. Wie wat bewaart, die heeft wat. En ik heb wat een hoop rotzooi hoor. Ik heb echt een hele hoop rotzooi. Ik heb ook een paar keer lopen betreden. Valt niet op. Ik heb batterijen zat. Ja, ik denk wel dat ik een... Hier, genoeg eerst aan. Ik ga geen batterijen meer traden. Het enige wat ik deed was batterijen traden. Bij de traden batterijen. Daar kan ik nou wel mee stoppen, denk ik. Ik kan ook nog een hapje eten. Snickers. Ja. Die gaan hier weer in. Die gaan daar weer in. Die heb ik ook ergens liggen.
Ik weet alleen niet meer waar. Die zit vol. Zo. Oh, wij hebben in de schuur hebben wij allemaal jerrycans staan. Dus ja, ik ben te zwaar. Ik weet het. Ik ga niet rennen. Dat gaan wij nou dus eventjes veranderen. Dit is voor de gewone. Kijk, ik heb hier nog veel meer. 3, 12, 4. 1. 0 gaat eruit. De 29, de 20. En dan zijn dit de 10 liters. En dat zijn de literen. Dus die moet ik eerst volgooien, dan die en die als laatste. En deze zijn 0. Ik heb maar 2 op 0. Dus ja. Ik kan beter die meenemen. Nee, die en die en die. Hier zit 26% in. Vul de tank. Yay. Niet oppakken. Wat zeg ik nou dan? Op. Zo, ja. En hier zit 30% in. Hey. En vul de tank graag. Dat is een beetje raar. Maar als hij het doet. Hey. Er zit 8 liter in. Dan hoor ik weer klotsen. Dan hoop ik dat het goed gaat. Hij blijft niet klotsen. Oké. 37%. Mooi. Dan is deze leeg. En dan kunnen we die ook even carryen. Ik ga er anders voor staan. Weer op E. Ah, gaat hij weer naast de deur. Ja, oh, dat was maar een klein slokje. Zo. Dat is 40. En dat is 34. Ah, die mag eigenlijk nog wel een klein beetje bij. Ja, dat hij ook op 40 komt. Dan halen we deze 3 plop weg. Dan pakken we deze 2 nog even. Die gaan we ook nog even doen. Carry en dan E en fill tank. Kijk, hier deze kunnen we zien. Oh, dat is maar een heel klein beetje. En dan gaan we die nog even carry. Ook op 40%. Kijk, dat is al heel wat beter. Nee, fishing rod is niet ready, want ik heb er niet in zitten. Waarom heb ik er niet in zitten? Omdat ik daar geen zin in heb. Nou, die hou ik bij me. Shotgun zelfs ook. Die hou ik ook bij ons. Dan gaan we de medicatie nog. Hij draait ook nog, hè? Hoef niet te draaien. Deurtje dicht. Medicatie kwijt.
En die kunnen er ook in. Hallo, hallo, je wou wat anders doen. Ik wou een keer weer doodgaan, denk ik. Ja. Oh, deze moet ik helemaal niet meenemen. Haha. Die en die. Zo. Waar gaan we deze? Ja, waar gaan we deze? Ja, potjandori. Die zitten allemaal nog vol, man. Die heb ik helemaal nog niet eens opengemaakt. Die zit ook nog helemaal vol. Ja, dat heeft voor mij geen zin om nou weg te gaan. Het zit allemaal nog vol. Dat is wel weer vervelend, hoor. Ja. Dat zit erin. Hij is nog niet eens klaar met breken, maar dat zit erin. Ook nog batterijen. Ja, stel je voor dat ik niet genoeg batterijen had. Nou ja, het spijt me wel, maar ik heb geen auto die leeg is. En aangezien ik toch met een auto op pad moet, ik wou eigenlijk even naar de Bandit Camp. Al weet ik dat de bandits er nog in lopen. Ja. En ik weet ook dat het nog niet helemaal veilig is. Maar. Ja. Ik wil toch gaan proberen. Om daar langs te komen. Nou, moet ik dus eerst. Ik moet dat speciale ijzer ook even een plekje geven. Kijk, we hebben twee soorten speciaal ijzer. Oh, een flessenbak heb ik nog niet. We moeten ook nog een flessenbak hebben. Ja. Dat is ook nog belangrijk, dat wij een speciale flessenbak hebben. Deze rommel eruit. Jij daarin. Deze rommel eruit. Jij daarin. Die stenen. Ik dacht dat ik die stenen daar had liggen. Maar niet.
suiker en... Wacht even, we hebben hier nog wel eentje leeg. En daar doen we alle vis. Nee, die hebben wij hierin zitten. Daar zit alle vissingsspul in. Jee! Toch nog iets goed gedaan. Hier zit ijzer bovenin. En hier is. En. Ja, hier komen de touwtjes in. Duct tape en helmen. Klei moet ik ook nog even. Speciale ruimte voor vinden. Borden hebben we trouwens beneden staan, hè? Handschoenen, wat ik met die handschoenen doe. Die handschoenen die zijn voor de handel. De handschoenen zijn echt puur alleen voor de handel. Touwtjes, ik heb touwtjes gevonden. Die moet ik eigenlijk wel beneden bewaren. Komt die nou mee aan? Die moet bij de stront. Hoppa. Oh, die kunnen er ook uit. Die moeten er beneden. Ik heb nog meer batterijen. Ja, zo heb ik nogal wat. En probeer alles maar eens bij elkaar te krijgen. Ja, daar ben je dus een hele tijd mee bezig. Net zoals mij. Ik heb hier ook nog munten en ik heb ook nog ergens anders munten. Als ik nou wist waar al die munten waren. Die heb ik niet, die heb ik. Ja. Dan hebben we beneden, volgens mij, stokjes. Er zit ook nog duct tape in. Hier gooien we ook de restant hout. Hardhout. Brandhout. Hardhout. Brandhout. Die is voor hem. 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 En eigenlijk hem ook, maar die houd ik lekker bij mij. Daar kan er wat dingen in en dan kan daar de stenen in. Zo. Oh. En die hebben we hier nodig. Reload bands moeten wij gaan maken. Daar heb ik nog geen materialen voor. Ja, juist. Nou, dan gaan we de volgende keer, hopelijk, volgende keer. Als ik weer wat langer kan zitten, dan ja, ik heb een beetje last van de rug, mensen. Ik kan niet zo lang zitten. Maar als ik de volgende keer wat langer kan zitten. Handschoenen. Dan gaan wij daar eens even kijken. Ik ga hier nog even een. Hoe laat is het nou? 9 uur. Ja, het wordt wel. Tijd dat wij. Alles gaan. Oh, hier hebben we nog meer kruid. Die. Die. Wapens kunnen we natuurlijk ook in elkaar maken. Harvest. Oosten. Wapens oosten. Ja, dan krijg je ijzer en wat onderdelen. Zou die storage werken? Ja, ik heb daar wel eens problemen mee gehad. Dus ik weet niet of ze echt wel goed werken. Ik durf er eigenlijk niet zoveel in te gooien.
Nou, daar hebben we ook al aardig wat van, hoor. Ik ga echt stoppen met batterijen horen. Wat verdikken mij. Dit is niet normaal. Nee, dit is echt niet normaal. Die brandbom. Die kan ook hierin, hè? Ja. Nou wil ik graag hier ook nog ergens. Wacht even. Die kan daarbij. En die zit vol. Tuurlijk zit die. Oh, daar zit ook. Ja. Goed mensen, ik ga nog even een partijtje opruimen. Ik dank jullie van harte voor het kijken. Hopelijk allemaal tot de volgende keer. En hopelijk is het dan een beetje opgeruimd. En dan kunnen wij door met wat dingen doen. Meer van die brandbommen. Voor nu, mooi mooi.